Ik merk dat mijn verzorgende niet altijd echt kennis heeft over Parkinson. Heb je tips? Ja. Ja? Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja, kijk, als je op een verpleegunit woont waar Parkinsonzorg is, zal het als het goed is niet voorkomen. Maar als je op een andere afdeling woont, wat een bewuste keus kan zijn, dan kan dat voorkomen. Dan is het denk ik goed om het met je eerst verantwoordelijk verzorgende. Hè? Dat heb je in elk verpleeghuis, elke cliënt heeft eigenlijk een eerste contactpersoon van de zorg, om daar het gesprek mee aan te gaan. Ik denk dat dat de beste weg is. En om aan te geven dat je merkt dat er misschien minder bekendheid is. En mogelijk kan een Parkinson-verpleegkundige die nog betrokken is, of een andere verpleegkundige in huis, of een specialist oudergeneeskunde. Hè, probeer die kennis dan in huis te halen. Ja. Niet alle patiënten kunnen op zo'n unit gaan wonen, hè, om wat voor reden dan ook. En probeer dan de kennis naar jou toe te halen. Ja. En dan kan je als familie zelf misschien de eerste stap inzetten. En dan lijkt mij de beste stap om dan naar die EVV'er te gaan, dat te bespreken. En te kijken wat je kan organiseren binnen je eigen huis. En misschien kan je er zelf nog een rol in hebben als familielid, hè, als naaste. Hè, nee, en je mag dus ook als op het moment dat je in een verpleeghuis hebt, mag je ook vragen of je nog naar de Parkinson-verpleegkundige kunt. Het is niet zo dat diegene of de neuroloog uit beeld is. Je mag erom vragen. Ja. Want ik wil dat er opnieuw wordt gekeken naar mijn medicijnen. Ja. Toch? Ja, dat mag. Dat kan hoor. Ik zie op de poli zie ik ook wel mensen die in een verpleeghuis wonen. Ja. Die dan toch nog op de poli komen. Dus dan moeten mensen zich ook bedenken. Dat het is niet zo als je in het verpleeghuis bent dat dan de neuroloog helemaal uit beeld hoeft te zijn. Nee, het hoeft niet. We zien het vaak wel gebeuren. Ja, omdat heel veel specialisten oudergeneeskunde gewoon echt wel goed weten hoe ze de ziekte moeten behandelen. Of anders hun collega raadplegen hoe ze het voor advies. En dat geldt ook voor de Parkinson-verpleegkundigen. Maar als dat er niet is, dan blijft dat mogelijk. Ja. Ja,